Mijn naam is Nathalie van Gent en ik speel Gabriella in High School Musical. Ik ben Tommy Christian, 22 jaar, en ik speel de rol van Troy Bolton in High School Musical. High School Musical gaat over het leven van tieners op een high school. En met daarmee alle dingen zoals liefdes en passies, ambities, studeren. Wij worden verliefd op elkaar in de musical. En ik ben eigenlijk een studiebol en hij is de stoere basketballer. Dus dat kan eigenlijk niet. Dat we op school willen ze toch liever dat iedereen bij zijn eigen groepje blijft. Dus het gaat er eigenlijk een beetje om die groepjes te verbreken en om je passie achterna te gaan. The start of something new. Het gaat heel erg over keuzes maken inderdaad, High School Musical. Nou, als ik dat dan een beetje op mezelf reflecteer, dan moet ik wel heel erg aan vroeger denken. Ik heb altijd 14 jaar gehonkbald, best wel op hoog niveau. En op een gegeven moment, toen werd er, deed ook als hobby, deed ik amateur musicals erbij. Maar als ik dat verder wilde gaan doen, miste ik mijn trainingen voor de honkbalwedstrijden. En toen zei mijn coach op een gegeven moment, ja, Tommy, nu moet je een keuze gaan maken. Of je gaat verder met honkballen, of je gaat lekker het theater in. En toen ben ik voor het laatste gegaan. Ik hockeyde heel graag en op heel hoog niveau ook. En dat heb ik eigenlijk vanaf mijn 7e gedaan, heel fanatiek, tot en met het Nederlands jeugdelftal. En dan gaat toch je echte passie, dat was voor mij toch wel zingen. Ja, dat bleef in mijn hoofd spoken. En ja, daar heb je dan toch geen vrede mee dat je daar niet mee bezig bent. Dus voor mij is ook dezelfde keuze heel lastig geweest. En heb ik gewoon alle minuut gezegd, ik ga nu voor mijn zangcarrière. Dus ik weet dat jij geen sprookje was en dromen zijn. Geluk leek zo dichtbij. Als je gaat beginnen met de repetities, je krijgt je script voor de eerste keer. Dan ga je heel erg natuurlijk eerst de teksten lezen en erachter proberen te komen. Oké, hoe zou mijn karakter dat zeggen op dat moment? En vervolgens ga je natuurlijk met onze regisseur, Carlien Brouwer, gaan we werken aan echt de invulling van het personage zelf. En dat is wel iets, denk ik, wat heel erg groeit door een repetitieperiode. Dus ik denk dat je je niet echt heel erg goed kan voorbereiden op een rol. Ik denk gewoon meer dat je het gewoon moet worden. Het is echt gewoon een rol in wording. Je moet het gewoon ondervinden. Deze musical is bedoeld voor eigenlijk voor alle leeftijden. Dus het is ook heel leuk voor ouders en ook opa's en oma's om dan ook weer daar te gaan zitten in die zaal en zich weer eventjes 16 te voelen of zo, denk ik. Ja, denk ik ook wel. De muziek van de film is echt spetterend en dat heeft mij heel erg aangesproken toen ik er auditie voor ging doen. Maar de muziek die wij straks neer gaan zetten is zeg maar die leuke muziek, maar daarop nog een vleugje power en nog meer enthousiasme. En Nederlandse teksten natuurlijk. En Nederlandse teksten en Engelse teksten. Dat is een hele mix. Dus ik denk dat het wel heel apart wordt en echt gaat spetteren. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Elle écoute la Java.
dans la Java.